De vrijwilligers van de Lennekse brandweer hebben gisteravond actie gevoerd voor het gemeentehuis van Lennek. Ze protesteerden tegen de invoering van een nieuwe wachtdienst waarbij meer beroepsbrandweerlui worden ingezet. Lennek kan op die manier 70.000 euro besparen. De brandweer van Lennek telt zo'n 80 vrijwilligers die meedraaien in een systeem van wachtdiensten. De gemeente wil dat systeem aanpassen en meer beroepslui inzetten. Volgens burgemeester Irina de Knop is de hervorming van de wachtdienst een besparingsmaatregel die bovendien de uitrukcapaciteit zal verhogen. Het enige dat er zal veranderen is dat er een ander systeem komt van wachtdiensten vervullen. Vandaag werd die een stuk mee ingevuld door vrijwilligerspersoneel. Het is inderdaad zo dat wij dat in de toekomst meer gaan invullen met beroepsmensen. Die beroepsmensen zijn er, die komen er ook bij. Lennek krijgt federale subsidies om 2 extra beroepsbrandweermannen aan te werven. Die worden samen met 2 officieren geïntegreerd in de nieuwe wachtdiensten. Wil dat zeggen dat wij geen vrijwilligers meer nodig hebben? Helemaal niet. Zij blijven een belangrijke bouwsteen in onze Lennekse brandweer. Alleen zullen wij hen nodig hebben op andere momenten. 'S Avonds, in het weekend en natuurlijk wanneer er interventies moeten gedaan worden. Wat nadelig is voor een bepaalde vrijwilliger, kan juist heel voordeliger zijn in een nieuw systeem voor een andere vrijwilliger. Dus zij gaan financieel misschien wel zelf persoonlijk een stukje moeten inboeden, maar onze dienstverlening naar de burger, die blijft gegarandeerd. Tegen 1 februari volgend jaar zou de voorpost van de Lennekse brandweer in Tollenbeek operationeel worden. Ook daar zal met vrijwilligers worden gewerkt.